Getypeerd als bedachtzaam en eerder progressief, de pas aangestelde aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Jozef de Kezel. Maar hij heeft al meteen een uitspraak gedaan die bij velen de wenkbrauwen doet fronsen. De Kezel zei dit weekend dat elk ziekenhuis het recht heeft om euthanasie of abortus te weigeren. Een aanfluiting van de wet, zeggen politici van verschillende partijen. In het Belang van Limburg afgelopen weekend zegt aartsbisschop de Kezel dat elk katholiek ziekenhuis het recht heeft om geen euthanasie of abortus uit te voeren. Dat kan niet, vinden vele politici, ook van N-VA. Hij gaat te ver omdat hij het op niveau van de instellingen trekt. En dat kan natuurlijk niet, want ook een arts die weigert heeft de plicht, de deontologische plicht, en ook volgens de wet op de patiëntenrechten, om zijn patiënt daarna ook nog verder te helpen. En als een instelling natuurlijk in zijn geheel gaat verbieden dat euthanasie of abortus plaatsvindt binnen zijn instelling, ja, dan gaat dat te ver. Een arts kan nooit verplicht worden om euthanasie uit te voeren, maar moet zijn patiënt wel doorverwijzen. Ook de liberalen vinden de uitspraken van de Kezel ongehoord. De patiënt, zijn rechten komen op de eerste plaats. En dat betekent dat in welke instelling hij of zij ook mogen liggen, dat daar de euthanasie moet uitgevoerd worden door een arts die dat inderdaad wil toepassen. Sommige ziekenhuizen bieden in de plaats van euthanasie palliatieve sedatie aan, pijnbestrijding met slaapmiddelen. Maar de patiënt moet altijd zelf de keuze kunnen maken, vindt N-VA. Ik vind het niet slecht dat de twee worden aangeboden, want het is ook een duidelijke keuze die de patiënt moet krijgen. En ook voor palliatieve sedatie is heel veel te zeggen. Maar de keuze blijft aan de patiënt, dat is ook wat de wet voorschrijft. Ook in katholieke ziekenhuizen? Ook in katholieke ziekenhuizen, inderdaad. Oppositiepartij SPA vindt de uitspraken van de Kezel niet kunnen. Meerderheidspartij CD&V geeft geen reactie.